De maatregelen, de Veiligheidsraad, het is natuurlijk allemaal gebeurd gisteren. We moeten daarmee beginnen, want de persconferentie van gisteren heeft heel veel verdeeldheid gezaaid. Kijk, even voor de duidelijkheid, die besmettingen stijgen, dat weet ik inderdaad. Maar de mensen zijn ook coronamoe. Ze willen iets anders. Bovendien is er weinig draagvlak voor de huidige federale regering. Dus wat er ook uit de Veiligheidsraad zou gekomen zijn, het zou nooit goed geweest zijn. En voor de schermen mag deze overheid dan misschien besluiteloos overkomen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan onze coronatoekomst. Opnieuw is een Belgisch bedrijf begonnen met de productie van chirurgische mondmaskers. Het gaat om Ontex, dat gespecialiseerd is in luiers en maandverband. Juist. Kijk, het begint weer wat kouder te worden, dus dan mogen de mondmaskers best wat dikker zijn. Hier, kijk, ik heb er al eentje. Hoppakee, hier zo. Mijn mondmasker is gemaakt van luier en maandverband. Het is waanzinnig. Het virus is lekker geabsorbeerd en ik kan hem de hele nacht aanhouden. En die twee extra tampons, kijk, die zijn weer in mijn neus. Waanzinnig. Maar goed, de Veiligheidsraad. Het belangrijkste is dat we vanaf nu allemaal 5 personen per maand mogen zien op minder dan 1,5 meter. Dat zijn personen die u een knuffel kunt geven, met wie u dicht bij elkaar een glas gaan drinken of samen kan eten. Mensen bij wie u dus de veiligheidsafstand niet respecteren. Wauw. Kijk, er zijn zoveel personen met wie ik de veiligheidsafstand niet wil respecteren. Volg mij op Instagram. Maar hoe kies ik die mensen dan, mevrouw de premier? U moet die keuze voor 5 mensen dus maken in eigen ziel en geweten. Ja, met ziel en geweten. Voor Vlaams Belangers wordt er nog naar een andere manier gezocht. Maar dan moeten het dus wel echt hele goede knuffels zijn, hè? Als ze zo exclusief zijn en met ziel en geweten, dan wil ik ook dingen kunnen knijpen. Maar goed. De maatregelen worden vooral gevoeld als versoepelingen. En met name bij het journaal waren ze daar zeer ontstemd over. Want bij het journaal gingen ze er namelijk van uit dat er een systeem met kleurencodes zou komen. Of niet, Riyad Bari? Wel, we gaan inderdaad werken met kleurenanalyse. Kleuren gaande van groen, geel, oranje tot rood. Ja, dat zijn allemaal kleuren. Leuke kleuren ook. Riyad had zich zo op die kleuren verheugd. Riyad had zelfs zijn krulletjes zo hoog opgekamd dat hij bijna op Bob Ross was gaan lijken. Ja, toch? Little green, little grasses. Dit is mijn. Zelfs tot vlak voor de persconferentie waren ze overtuigd van de kleuren. Men sprak over kleurcodes, maar nu hoor ik dat kleurcodes misschien gewoon een barometer gaan worden. 1 met cijfers, iemand anders zegt het zal met kleuren zijn. Nou ja, of een barometer met kleurtjes is ook goed. Als er maar kleurtjes zijn. Ze hadden zelfs al voor de zekerheid mensen op straat geïnterviewd die dan weer helemaal in de war waren geraakt van de kleurtjes. Ik heb vernomen dat ze zouden willen werken met kleuren per provincie of per steden. Wie moet het nog volgen op de lange duur? Daar zal het rood zijn, daar zal het groen zijn, misschien wordt het oranje. Ik weet het niet meer. Nee, mensen weten het niet meer, maar er kwamen kleurtjes. En toen kwam dus die persconferentie. En ik heb de hele persconferentie met mijn hele ziel en geweten bekeken. Maar er kwam helemaal niets van kleurtjes voorbij. En ja, daar zit je dan als journaal. Ja, heel vreemd hè, wat er nu gebeurd is. We hadden iets helemaal anders verwacht. Absoluut. Wat is daar dan misgelopen? Heb je er enig idee van? Nou, wat er is misgelopen is dat jij je werk niet hebt gedaan, Ivan de Vadder. He, wat dacht je daarvan? En ik zou toch jullie bron van binnen de Veiligheidsraad ook maar eens vervangen, want die heeft jullie totaal verkeerde informatie gegeven. En ze konden het niet loslaten in het journaal, hè? Want dit was het journaal van 7 uur 's avonds. En dan de lang verwachte Nationale Veiligheidsraad over de coronamaatregelen. Ja. Dan toch geen systeem met kleurencodes. Gasten, laat het los. Laat het gewoon los. Jullie zaten ernaast. Kan een keer gebeuren. Je had je dag niet. Sowieso hadden meer mensen hun dag niet gisteren. De ondertitelaar van het journaal had ook zijn dag niet. Ik weet niet, dat is waar, chill, dat we ergens weer terug zijn. Niet omdat we kunnen misschien niet dansen en zo. Dat is wel kut. Ze zegt kut. Dat hoor je toch? Maar jij typt vervelend. Goed, hoe dan ook. Het was een moeilijke dag gisteren voor de nieuwsdienst. En dus gingen ze dan nog maar een keer de straat op om de mensen te interviewen over wat er dan wel uit de Veiligheidsraad was gekomen. En dat vonden zowel de journalist als de man van de geïnterviewde vrouw super kut en vervelend. Met 5 vrienden zullen we dan ook mogen met die 5 vrienden, mijn vrienden dan? Ja,
Je ziet die man denken, ik heb al jaren niks met vriendschap. Joh, vrienden kunnen mij totaal gestolen worden. Hè? Ga eens weg met die camera. Wie is die vrouw? Waarom praat iedereen tegen mij? Laat me gerust in mijn eigen bubbel. Ondanks de vele kritiek was het voor mij wel duidelijk allemaal. Kijk, er zijn gewoon 6 gouden regels waar iedereen zich aan moet houden. Handen wassen en die andere 5 dingen. En je mag dus per persoon 5 mensen per maand knuffelen. Quarantaine is 1 week in plaats van 2 weken geworden. En je moet je huwelijk laten organiseren door een professional. En je mag niet dansen. Er wordt niet gedanst. Ook geen openingsdans voor het koppel dat trouwt, of mogen dat die dat wel? Dat is de enige uitzondering die we toch willen toestaan, ja. De openingsdans mag wel. Dus als jij een openingsdans kan verzinnen waar iedereen bij betrokken is, dan zit je juridisch helemaal safe.